Wel, maart is natuurlijk de maand dat al die vaste planten weer hun neus aan het venster steken. Je ziet ze overal boven komen. Het is ook de ideale maand om planten te scheuren. En waarom gaan we scheuren? Wel heel eenvoudig, omdat we van een mooie plant er meer willen hebben. Omdat we er iemand een plezier mee kunnen doen met een stuk van die plant. Of gewoon omdat de plant veel te groot geworden is. Maar in dit geval doe ik het nog voor iets anders. Want als je goed kijkt naar de plant, dan zie je dat er... Ja, het is een zware plant. Dan zie je dat er een heel vervelend onkruid tussen zit. Dat is zevenblad, zowat het ergste onkruid. Kruipt overal tussen. Kijk, met zijn witte wortels. En als ik die plant niet boven haal en die scheur, dan kan ik die wortels er allemaal niet uithalen. En dan gaan we die plant gewoon... Tuurlijk verminken we de plant daar een stuk mee. Maar het is de enige manier waarmee we deze plant kunnen vermeerderen. Wel, ik heb nog een ander deel van deze plant genomen. En wat zie ik? Er zit niet alleen zevenblad in, maar er zitten ook deze wortels in. En dat is van haagwinde nog zo'n heel vervelend onkruid. Dus het wordt wel eens tijd in deze border dat ik de planten opneem, dat ik die er helemaal mooi uithaal. Je ziet het hier ook, zevenblad dat er nog in zit. Zal waarschijnlijk zelfs nog een stukje er moeten afdoen. Nu, al die delen op zich, die kunnen we opnieuw gaan planten. Maar ik zeg het nogmaals, alle onkruid eruit, want anders verspreiden we gewoon het onkruid over de hele tuin.